7 ton is er nu extra beschikbaar gesteld. Maar kunt u nog kort uitleggen waarvoor dat precies is? Dat is een voorziening voor maatwerkleningen om asbestsanering mogelijk te maken voor mensen die moeilijk een krediet kunnen krijgen. Ja. Een voorziening? Hoe kunt u dat verder uitlichten? Een reserve. Want het bedrag wat voor de leningen beschikbaar is, dat is al beschikbaar gesteld. Dit is een extra risicoreserve voor het geval dat het mis mocht gaan met de leningen. Ja. Kan elke Lelystedeling nu met gerust hart het asbestdak boven hun huis vervangen voor 2024? Bijna 100%. We zullen in de praktijk moeten kijken of dat inderdaad mogelijk is. Misschien dat we toch nog andere knelpunten tegenkomen dat het ook met deze maatregelenlening niet mogelijk is. Daar zullen we dan met het college weer naar de raad moeten om te kijken hoe we dat oplossen. Voorziet u al knelpunten? Ze zijn mij nog niet bekend. Het wordt wel gezegd dat die knelpunten er zijn, maar we zullen al werkenderweg moeten zien of ze er inderdaad zijn. We hebben een voorbeeld, een stel dat te oud was voor een lening. Die kunnen nu dus wel gewoon met een gerust hart een lening aanvragen. Maar hoe doen ze dat? Dat gaat via de gemeente. Daar vindt een intake plaats. Dan wordt gekeken van is dit inderdaad mogelijk. Het zij via de gewone asbestleiding, het zij via de maatwerklening. En dan gaat de aanvraag, wordt compleet gemaakt, die gaat richting SVN, Stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederland, die voor ons de leningen verstrekt. En dan moet het mogelijk zijn. Hoe hard is deze 7 ton nodig? Dat zal de komende jaren blijken. We doen er aan de voorkant alles aan bij een maatwerklening, dat ook een stuk begeleiding is vanuit het MDF. Vanuit de maatschappelijke dienstverlening Flevoland. Om te zorgen dat iedereen ook gewoon kan blijven leven. En dat we mensen niet opzadelen met een te grote krediet. Ja. Laten we wel zeggen, het is een maximum. Of kan het nog verder uitgebreid worden? Dit is op dit moment het maximum. En we kunnen ook altijd zien naar de toekomst toe of er meer nodig zou zijn. De raad was unaniem hierin om dit mogelijk te maken. Zodat vrijwel iedereen zijn asbestdak gesaneerd kan hebben voor 2024.